Eind vorig jaar heeft minister van Justitie een wetsvoorstel aangekondigd over vereenvoudiging van procedures bij de burgerlijke stand. Het college van Gilzen en Rijen heeft besloten over te gaan tot deze vereenvoudiging. Burgers hoeven geen uittreksels uit de burgerlijke stand en kopieën van identiteitsbewijzen te overleggen als deze gegevens te raadplegen zijn in de gemeentelijke basisadministratie. Wat het anders maakt is dat mensen niet meer speciaal een uittreksel van het bevolkingsregister nodig hebben als ze willen gaan trouwen in deze gemeente. Mensen kunnen nu gewoon in één keer in overleg met de ambtenaar die dat met hen gaat regelen, dat in één keer in orde maken. Dus er hoeven minder bewijsstukken aangevraagd te worden. Dat scheelt geld, want daar betalen mensen normaal leesjes voor. En het scheelt tijd, omdat die dingen ook gemaakt moeten worden en aangemaakt moeten worden.